De Kaasermeer, kerstdagen hebben we gehad, we gaan naar die andere grote feest, het andere grote feest toe, oud en nieuw, en voor Twente houdt daarin kabitskita. Ja, prachtig, en natuurlijk dan van meer uh, mooie gebruiken, hè, met winterhoornblaas en allemaal traditionele gebruiken uh, die verbonden zijn aan uh, de jaarwisseling. Even dan met als Fries heeft u ervan genoten, want dan kennen jullie het niet hè? Nee, nee. Nou, in, in, in de stelling in Friesland heb je het ook wel wat, hè? Dus meer uh, in het Saksische deel van Friesland. Maar zoals hier, nee. Dat kennen ze in Friesland niet en ik vind het prachtig. Ik je het zelf ook? Heeft u het zelfs geprobeerd? Ik heb dat wel geprobeerd, maar over het resultaat praat ik liever niet. Gaan We gaan verder. Kabitschieten. <laughs> Kabitschieten, vuurwerk. Ja, uh, ook dat hoort bij Ouder Nieuw. Ik hoop dat mensen echt uitkijken met vuurwerk rondom Ouder Nieuw. Want. Het kan natuurlijk ook overlast bezorgen en het kan ook gevaarlijk zijn. Dus denk na voordat je wat doet. Kijk uit, uh, wees voorzichtig. Maar goed, geniet er dan ook van. Politie extra alert? Ja, ik denk wel dat uh, politie en ook onze gemeentelijke handhavers even uh, een rondje maken uh, om uh, mensen te attenderen. Niet om een heksenjacht te ontketenen, want daar gaan gelukkig ook heel veel mensen heel verstandig mee om. Maar als er toch in het enthousiasme dingen uh, plaatsvinden die niet verantwoord zijn, dan is het wel verstandig om daar even op te attenderen als uh, gemeente en dat gaan we ook doen. We moeten nog even naar het voortraject kijken van het, uh, van het vuurwerk. Afschieten, dan moet het verkocht worden en daar zijn ze nu mee bezig. Maar daarvoor, want het ligt al wel opgeslagen, zijn er strenge regels voor. Daar zijn hele strenge regels voor. Daar wordt ook uh, uiteraard zwaar op gecontroleerd. Uh, je hebt daar speciale vergunningen voor nodig, je moet er speciale investeringen voor doen. En op illegale of op overtreding van die regels, daar wordt uh, zwaar op uh, gehandhaafd, daar wordt uh, enorm op ingezet. Terecht, die ondernemers die die, uh, die investeringen wel doen, die moeten dan ook de mogelijkheid hebben om het terug te verdienen. Gaan we even kijken naar het uh, jaar 2016. Nou, we hebben voor, zo net uh, vorige week gehad over de grenzen. Daar moet je straks betalen als je die weg op wil, maar we krijgen misschien ook weer een beperkte grenscontrole. En ik denk dat de ene kant dan ook aan de beurt is. Ja, dat zou natuurlijk heel bijzonder zijn. Uh, afwachten wat er precies gaat gebeuren op, uh, dit, uh, op dit thema. Maar je ziet al wel dat de Koninklijke Marie toch strenger controleert. of in elk geval surveilleert rond de grenzen. Uh, het debat daarover vindt natuurlijk uh, in Nederland plaats, vindt in Europa plaats. Van hoe willen we dat precies gaan doen? Nou, dat zullen we moeten afwachten. Dit jaar met de grenzen, we hebben het er vorige week over gehad. Moeten we dit jaar nog al betalen als we iets verder willen dan nooit, hoor, die grote baan op? Ehm. Um, ik... Ik durf dat niet precies te zeggen wanneer de mout daadwerkelijk ingevoerd gaat worden. Voor Noordhorn gelukkig blijft het zoals het is. Uh, maar ik weet dat de Duitse regering hier wel mee bezig is. Ja. Dus je moet het wel in de gaten houden om hier een fixe bekeuring te krijgen. Of gaat het zo als wij in Duitsland een overtreding doen dat we de bekeuring niet krijgen? Ik vrees dat dat niet zo <laughs> gaat werken. Nee, helaas. Um, u zei het uh, dit jaar ook 2016. Referendum en. Ja, heel schandalig. Ik moet nadenken. Volgens mij Oekraïne en de EU-gelden, gaat het om. Ja, het associatieverdrag van de Oekraïne met de Europese Unie. Uh, u uh, heeft het daar, uh, moest daar even over nadenken. Ik moet er ook wel even over nadenken. Maar goed, de Kamer heeft besloten dat daar een referendum over gaat uh, plaatsvinden. Uh, althans, de kiesraad heeft daarover uh, besloten. Dat betekent dat op 6 april. De Nederlanders boven de 18 worden gevraagd om hun stem uit te brengen of men voor of tegen dat referendumverdrag is. En wij zullen dus dan ook de kiesbureaus openstellen om dat referendum mogelijk te maken. Ik moest erover nadenken, u moet erover nadenken. Zijn wij de gemiddelde Nederlander die niet weet waar het over gaat? Nou, ik denk dat de voorlichting daarover, die moet ook nog op gaan komen. Dus dat gaat ook in de komende maanden wel gebeuren. Zodat de burger echt op 6 april de keuze kan gaan maken van uh, wil ik naar, aan die verkiezingen uh, deelnemen, aan dat referendum en welke stem wil ik gaan uitbrengen. Die, uh, die communicatie komt nog wel op gang. Dit wordt waarschijnlijk een ja-nee stemming, hè? De vraag is inderdaad vrij uh, digitaal. Bent u voor of bent u tegen uh, dat associatieverdrag? En voor de exacte tekst moet, uh, uh, moet men even opletten hoe dat wordt geformuleerd. We gaan alle stembureaus even op? Want het was laatst al in de media, nou... Als het 20% komt, maar je handje zal dichtknijpen, dan heb ik toch echt medelijden met die mensen die in de laat en in de te zitten? Nou, er, uh, wij hebben in onze democratie besloten dat er referenda mogelijk zijn. Uh, wij moeten dus ook als gemeentebestuur ervoor zorgen dat mensen die aan dat referendum mee willen doen. daar goed uh, bereikbare stembureaus kunnen vinden. Dus ik ga ervan uit dat inderdaad al onze stembureaus gewoon open zullen zijn. Vluchtelingen, ze blijven komen. Ze blijven ook nog voorlopig in Oudmarsum? Ja, dat uh, loopt door tot mei 2017 uh, in de wielandrie in Oudmarsum. Maar ik hou er rekening mee dat ook uh, in 2016 de vluchtelingenstroom naar Europa uh, nog uh, heel, 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 heel stevig zal zijn. En dat betekent ook dat ook op de gemeente Dinkeland mogelijk beroepen uh, zullen worden gedaan om mee te werken aan huisvesting voor vluchtelingen. En zoals bekend heeft de gemeenteraad ook gezegd dat wij voor dergelijke verzoeken openstaan. Waar gaat u uh, met nieuwjaar aan denken? Wat gaat er allemaal gebeuren komend jaar? Nou, we hebben nog een paar besluiten uit te voeren uh, in 2016. Uh, we gaan, uh, willen natuurlijk de dorpres uh, gaan uh, verbouwen. Daar willen we in 2016 mee gaan beginnen. We uh, moeten daar de plannen over maken, de, de, de kredieten bij de raad voor aanvragen. We willen met de Dusingsweg uh, een begin maken. We willen het klooster in uh, willen we verder ontwikkelen. We hebben nog het Spickert in Weerslo. We hebben de rondweg Weerslo waar we mee aan de gang willen gaan. We willen met het centerplan Weerslo aan de gang. Het wordt een druk jaar. Ik wens u een he heel fijne jaarwisseling. Dank u zeer. En uiteraard wil ik ook alle inwoners van Denkenland een hele fijne jaarwisseling en een hele veilige jaarwisseling toewensen en een goed begin van 2016.